Dit zijn Lars en Randy, eigenaren van het nieuwe horecaconcept Figure in Vught. Een chef-kok en een sommelier die midden in de coronacrisis de deuren hebben geopend. In Horeca School bij Young Talent kun je leren van Lars en Randy. In deze aflevering, hoe zorg je voor een succesvol personeelsbeleid? Ons team bestaat uit 12 personeelsleden, waarin 6 koks actief zijn in de keuken. 2 in de afwas, de rest bediening. We zijn eigenlijk een deels aantal bekenden vanuit het verleden die we hebben kunnen benaderen om dit nieuwe avontuur aan te gaan. Ook mensen die ons in het oog zijn gekomen door de afgelopen jaren heen. Jonge, gepassioneerde, maar vooral echt ambitieuze mensen. Nou, wat wij vooral belangrijk vinden met nieuwe mensen, kijken natuurlijk naar het cv. Wat hebben de dames en heren gedaan? Of wat kunnen we ze nog bieden? Ik denk dat uiteindelijk veel belangrijker is dan wat ze in het verleden gedaan hebben, maar wat de potentie is, zeg maar, van de dame of de heer. Ja, combinatie denk ik ook van in het team kunnen passen, wat wij voor ogen hebben qua filosofie en wat willen ze zelf het liefst ook in de toekomst doen. Zodat je, als ze naar een nieuw bedrijf gaan, ook dat wij iets kunnen afleveren en iets kunnen bieden aan een nieuw bedrijf. Wat is een goede werkgever? Ik denk niet dat dat alleen financieel is, en dat hebben we allebei natuurlijk. Wat we heel erg belangrijk vinden is dat iedereen gewaardeerd wordt. En, dat het schouderklopje en toch elke dag weer die waardering uitspreken. Dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is dat mensen zoveel en zo hard voor je willen werken. Wezenlijk onderdeel maken van de organisatie, van het team, waardoor we betrokkenheid creëren, maar ook een stukje vrijheid geven daarin. Op die manier creativiteit ontplooien, meenemen in datgene wat wij willen. Nou, met de jonge gardewerkers is het natuurlijk eigenlijk het mooiste wat er is. De jongens die aan de voorgrond staan van een fantastisch mooie carrière. Ja, we hebben vanaf het begin uitgesproken, hè, dat we een opleidingsinstituut ook willen zijn. Kennis overgeven, maar vooral jonge enthousiaste professionals in het vak nog meer enthousiast maken. Nou ja, voor corona was het natuurlijk al een hele kriem om personeel te vinden. En dat is eigenlijk nu nog steeds. Ja, wat we daarin belangrijk vinden om mensen op te leiden. Mensen de ruimte te geven om zich te ontwikkelen. Maar zeker ook daarnaast de secundaire arbeidsvoorwaarden. Ik bedoel, de vierdaagse werkweek. Ja, die weekenddag daadwerkelijk vrij kunnen zijn om je vriendin, vriend, familie of vrienden te bezoeken en de verjaardag mee te maken. Dat is natuurlijk uniek. Het is nog steeds het realistische beeld, blijven schetsen naar je toekomstige werknemers. Maar we moeten wel meedenken met deze tijd, want we moeten echt meegaan met de generatie van nu. En dat zijn gewoon andere interesses, andere normen en waarden dan dat wij in onze generatie hebben meegekregen. Zen prikkelt voor professionals.